Hallo, ik ben Pieter Grimmis, kandidaat namens de ChristenUnie. Ons belastingstelsel, dat is hopeloos complex, dat is stuk. En dat kan beter en dat moet beter. En heel veel mensen hebben het erover en wij hebben een concreet plan en daar gaan we het nu over hebben. Er zijn minstens drie grote problemen met ons belastingstelsel. Ten eerste is het veel te complex. Door een wirwar aan regelingen is bijvoorbeeld niet meer te voorspellen wat je overhoudt van 100 euro salarisverhoging, netto. Het tweede grote probleem van ons belastingstelsel is dat het door de jaren heen steeds onrechtvaardiger is geworden. De inkomens tussen huishoudens met een gelijk bruto inkomen onderaan de streep zijn totaal verschillend. En dat komt door ons belastingstelsel. Er zit een enorm verschil tussen kostwinners, alleenverdieners en tweeverdieners. De belastingdruk voor alleenverdieners is veel en veel groter. Er zit een enorm verschil tussen mensen die een huis kunnen kopen en de mensen die een huis moeten huren. En er zit ook een enorm verschil tussen mensen die helemaal betaald kunnen werken of die een aantal uren in de week moeten zorgen voor hun vader en moeder. Het derde grote probleem van ons belastingstelsel is dat het enorm onvoorspelbaar is en dat we ook het meeste vragen van de mensen van wie we het minste mogen vragen. En dan heb ik het met name over de toeslagen. Die zijn bedoeld voor mensen met lage inkomens. En je moet precies weten eigenlijk wat je in een jaar gaat verdienen om te weten hoeveel toeslag je mag aanvragen. Maar ja, dat is prima te doen als je een vaste baan hebt. Als je geen vaste baan hebt, is dat niet eenvoudig. En dan zie je dus ook dat als toeslagen achteraf door de Belastingdienst worden vastgesteld, dat je zomaar te veel kan hebben aangevraagd. En dan moet je duizenden euro's soms terugbetalen. Ja, en dat leidt ook weer tot onzekerheid. Waardoor steeds meer gezinnen in Nederland überhaupt geen toeslag meer durven aanvragen. Juist uit angst voor schulden en voor terugbetalen. Iedereen is het erover eens dat we deze drie problemen moeten oplossen. En in de volgende video ga ik vertellen hoe wij bij de ChristenUnie dit willen gaan oplossen.